Ja! Ja! Oh, oh, kijk, kijk, kijk! Oh, zo spannend vind je het! Oh, ja! Oh, ja, Luca! Geniet er nog maar even van, hè, van vrijlopen! Ja! Drink het maar weer op, ja, drink het maar weer op! Lekker, hè? Gadverdamme! Hey mensen! Top dat jullie weer kijken! Welkom bij een nieuwe werkplaats vloggen! Ja, ja, inderdaad! He? Luca nog even ervan genieten dat ze nog vrij is, want kijk, daar, kom eens hier Luca, ik wil het laten zien. Luca heeft namelijk een kastje rond de nek en dat is een onzichtbare omheining. We hebben namelijk een draadje rond het hele terrein liggen, maar dan kan ze niet ontsnappen. Want op het moment dat ze dicht bij het draadje komt, dan begint het kastje te piepen, daarna begint het te trillen en als ze dan nog niet rechtsomkeer maakt, dan krijgt ze een schok. Maar dat mag niet meer vanaf morgen. Dus het is schijnbaar stressvol voor de hond. En dit is dieronvriendelijk en van alles. Ja, maar nou is het dus het alternatief dat we ze dan in de kennel moeten gaan zetten. Want ja, we kunnen er niet op het terrein los laten lopen. Ja, en het blijft natuurlijk een hond. Je kunt ze best goed africhten. Maar ja, ze gaat natuurlijk toch uiteindelijk weer aan de wandel. Wordt ze dadelijk aangereden. Veroorzaakt ze dadelijk ongelukken. Ik vind het een hele rare wijziging in de wet, hoor. Eigenlijk. Dat is eigenlijk belachelijk. Die hond kan het toch niet beter hebben. We hebben een hartstikke groot terrein. Er zit achter een vijver. Kan ze zwemmen. Er kan alles. Hè? Ja, Luca. Ja, jij vindt het hartstikke fijn, hè? Dat je zo vrij kan zijn. Maar, ja, de boze mensen die hebben besloten dat jij gewoon in een hok moet. Ja, want dat is veel beter voor jou. Dat is veel diervriendelijker. Snap je het? Ik niet in ieder geval. Jij ook niet, denk ik, Luca. Nee. Oké. Ja, goed. Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, want misschien zijn er wel kijkers die precies weten hoe het zit. Die elektrische halsbanden die zijn dus verboden schijnbaar vanaf morgen. Maar geldt er dan ook voor dit soort halsbanden of is dat alleen met afstandsbediening of tegen blaffen ofzo? Want ik kan me wel voorstellen dat als iemand zo'n afstandsbediening heeft en die weet niet hoe die ermee om moet gaan natuurlijk. Dan is dat wel hartstikke sneu voor het beestje om het zo maar te zeggen. Ja, en zo'n blafband dat is ook nogal een belemmering eigenlijk. Maar je ziet het. Het is nou niet echt dat ze er nou heel veel last van heeft of zo. Kijk maar. Hè, Luca? Nee, want ze is al een paar keer ontsnapt ook voordat ze dat ding had, zeg maar. Want je kunt zeggen, we zetten een hekwerk. Maar ja, die springt daar gewoon overheen. Dan moeten we zo'n hekwerk om het hele terrein gaan zetten. En dan komt er nog eens bij dat daar de poort ook ooit wel eens open staat of zo. Als iemand daar doorheen gaat en ze laten die poort even open, bijvoorbeeld de leverancier of zo. Die zijn daar niet zo stipt mee. Ja, voor je het weet heb je de hond weer op straat. Kijk, en we hebben allemaal al gezien wat er dan gebeurt. Want onze vorige hond die ligt keurig daarachter begraven. En als we deze los laten lopen zonder kastje, dan ben ik bang dat die er binnenkort ook naast ligt, om het zo maar te zeggen. Dus, ja. Hey. Oh, even kijken in die kluis. Doei, doei. Zijn ze? Yo! Hola. Wat heb je besteld? Snakes! Oké, dit moet even binnen. Kijk eens! Kijk eens, man! Hoi! Oh, mooie snakes! Ziet goed uit! Compressed air snake! Ja, deze is gewoon een transparante slang. Ja, ik heb deze slangen besteld. Kijk, dit heb ik gisteren nog even geknutseld. Ik heb hier zeg maar een waterreservoirtje van een koelsysteem. En hier zeg maar heb ik een ventieltje. Zie je, gewoon een autobandventiel. Dat kunnen we hier druk op zetten. En heb ik hier deze transparante slang, die past hier op. Zetten we daar op met een slangklem en dan kunnen we een stuk slang. En dan aan de andere kant
kan deze manier, die heb ik gemaakt. Zo, daarop. En deze, dat is hetzelfde diameter als de radiateur van de tank. Dus in plaats van de radiateur zetten we deze buizen tussen. Je kunt het systeem vullen met water langs ons vatje. Bloop. Dat er op een gegeven moment dat we het waterpeil kunnen zien staan in de transparante slang. En dan kunnen we hier druk erop zetten. En dan kunnen we zien of het water weggaat. Dus dat het ergens lekt. Dus op die manier kunnen we verschillende componenten gaan testen. Dus we gaan eerst gewoon even heel het systeem een keer op druk brengen zo. Kijken of dat we inderdaad water kwijtraken. Ja, dan kunnen we dingen gaan uitsluiten. We hadden dus water bij de olie van de tank. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Het kan de motor zijn. Hè. Bijvoorbeeld de cilinderbussen, zeg maar. Die kunnen, dat zijn losse stalen bussen in een aluminium cilinderbank. Het kan zijn dat er koelvloeistof lekt. Daartussendoor in het onderblok. Misschien bij de kop, hoewel me dat heel onwaarschijnlijk lijkt, omdat het allemaal losse kanalen zijn die met rubbers zijn afgedicht. Maar dat is niet het enige. Er zijn ook een aantal systemen in het oliesysteem, zeg maar, waar dat een waterkanaal eigenlijk door het oliesysteem heen loopt om het op te warmen. Hè? Als het ding in Siberië staat, olie wordt koud, die olie wordt op een gegeven moment meer een soort van asfalt. Ja, dan kan het hem dus warm stoken dat die olie vloeibaar wordt, zodat je je tank kan starten bij hele koude omstandigheden. Daar kan hij natuurlijk ook lekken, dus dat is een beetje de vraag. We hebben natuurlijk de systemen wel eigenlijk allemaal enigszins getest voordat we het monteerden. Alleen doordat hij natuurlijk nu is warm gelopen, omdat die aandrijving van de koeling niet meer goed was, heeft het koelsysteem druk opgebouwd, hè? Want op een gegeven moment water gaat natuurlijk uitzetten, die wil gaan stomen, dus het bouwt druk op in zo'n systeem. En daar heeft waarschijnlijk net een lekkage veroorzaakt. Maar we moeten eens even gaan kijken waar dat is. En door dit dingetje kunnen we dus druk op het systeem zetten. Dus we hoeven niet de motor te laten draaien om die druk te krijgen. Dus dan kunnen we het, testen en zien, hè, of dat er vloeistof weggaat. Lang verhaal. Ja, nog een ding trouwens, ik zag in de comments. Er waren mensen die zeiden, nou is de motor kapot, want de oliepomp heeft niet gedraaid. Want wij hadden dus verteld, die as die was eruit gelopen, waardoor de koeling niet meer werkte. En ook de oliepomp en de compressor niet. Maar dat is even een misvatting. De oliepomp die niet meer meedraaide was de hydrauliek oliepomp, dus voor de stuurbekrachting en zo. Niet de oliepomp van de motor, want die zit gewoon in de motor, die draait gewoon mee als de motor draait. En die is goed? Die is goed. De oliedruk is gewoon de hele tijd netjes gebleven. Daar is niks meer aan de hand. De motor heeft wel, is wel warm geworden, zeg maar, in de zin dat het water is gaan stomen. Maar goed, daar moet de motor gewoon wel tegen kunnen. Zolang dat er eigenlijk nog water in zit en hij gaat stomen, is er eigenlijk niks aan de hand. Moet de motor gewoon kunnen weerstaan, eigenlijk. Ja, duidelijk. Oké. We gaan dadelijk testen. Ja, ik ga dit er tussen knutselen. Ja, en de stuurkoppeling nog een beetje, hè? Ja. Hoi, hou zich. We draaien hem er terug in, hoor. Het stangetje wat we gisteren hebben gedemonteerd. Maar nu draaien we verder. Dat was de bedoeling, dat moet aangespannen worden. Draait? Nee, verder. Gewoon draaien. Dan, ja, zo. Goed. Nou weer verder. Verder? Ja, weer erop draaien. Oh, oké. Dat is even klem. Firm lift. Even kijken. Ja, hij is naar voren nu. Nou, ik denk dat dit is gewoon perfect. Oké, dan gaan we los. Dan moeten we hem alleen weer even nog een klein beetje terugdraaien, maar misschien kan ik het zelf wel. Even wachten. Ah. Zo. Ja. Nog iets? Nog best wel een stukje. Nou, hij zit vast. Ja, dat is die moer. Oh. Maar hij zegt denk ik nou goed. Hij moet alleen nog een heel klein beetje verder. Oké. Kijk, ja. Dan heb ik de hendel in de voren toen ik hem zo. Ja. Dan ben ik benieuwd, als het goed is, moet je het nou doen. Proberen.
gaat zeker weer zwaar nu. Ja, ja, gaat eigenlijk best goed. Dat gaat echt goed. Kan je die andere voelen? Die andere gaat zwaarder. Die andere gaat niet. Wat is dat dan? Doe die andere. Nee, ho, dat gaat niet. Nee, dat komt, ik ook al. Dat komt door die bout. Wacht, ik doe even deze. Tikje strakker. Deze is goed. Ja, maar die andere is ook goed. Ja, alleen die bout is er een beetje eruit gelopen of zo. Nee, die bout van die. Doe nog eens. Ja, ik heb hem. Is die los? Ja, dat kan. Ja. Gaat het ongeveer hetzelfde? Nog meer belt, wat nou weer? Nou, die heb ik aangespannen omdat ik vond dat die doe eens remmen. Ja, dat is gewoon goed. Die andere gaat gewoon veel te ver, denk ik. Oh, dan. Ja, dat kan wel kloppen, want die, ja, die, gaat, goed, veel... die gaat over het doorpunt heen. Ja, die gaat veel te ver. Ja, maar deze, de kleine gaat wel los nou. Ja, die is wel los. Oh ja, dat is goed. Nou, hij kan wel verder los nog, maar er zit denk ik 2 centimeter of 1,5 tussen die twee pinnetjes in. Ja, ja, ja. Maar je moet, kun je ze allebei eens remmen? Ja, dan zet de links gaat veel verder. Dan moet je hem even in versnelling zetten als dat kan. Dan controleer ik de koppelingetjes even. Hij zit in versnelling. Oh, dat heb ik dat al gedaan. Ja, doe maar. Welke stand wil je stuurhendels? Gewoon remmen. Ja, maar allebei. Oké. Kijk, zie je, ze draaien nu wel. Die andere ook even checken. Ja hoor, ze koppelen gewoon. Nou, dat is goed. Nou, die ene mag wel, ik denk dat links wel strakker mag. Dan doet dat gelijk. Komt niet vrij. Snap je wat ik bedoel? Ja, die moet daar eigenlijk gewoon, dat stangje moet eigenlijk loszitten. Nou, dan kun je testen, want je moet hem, als jij... Tussen de stuurkoppeling en de dingen waar die ring zit eigenlijk, hè? Die drukring. Die moet eigenlijk los zitten. Dan moet je met schroefdraaien moet je die op en neer kunnen wiegelen. Gewoon heen en weer? Ja. Ja, maar dat is niet... Nee, dat was eigenlijk niet goed. Nee, dan moet die stang toch anders gesteld worden nog. Ja, maar ik denk dat het hiermee te maken heeft. Want hij heeft hier spanning met deze veren ook, hè? Ja, maar die andere die bleef helemaal voorin staan, ook zonder koppeling, zeg maar. Ja. Deze houdt constant druk op zijn koppeling. Ja, maar volgens mij zit dat gewoon niet in dit stuk. Dat zit volgens mij helemaal niet daar. Ik denk dat hij daar gewoon hiermee doet. Die veren moet sowieso nog een beetje opgespannen worden. Ja. Ja, dan gaat die schijnbaar lichter bedienen nog. Ja. Kijk, wat is deze nou? Die zo. Ik denk gewoon dat die stang langer moet worden. Ja, deze moet gewoon langer. Want hij moet gewoon verder nog. Dat denk ik ook. Maar ik had hem echt al een centimeter meer uitgedraaid. Maar het is erg geworden nu. Nee, als je hem er nu weer naartoe draait, kijk, het is heel makkelijk. Als je hem nu indraait, dan trekt hij die hendel inderdaad naar voren. En dan gaat hij er naartoe, maar dan drukt hij wel altijd op zijn koppeling. Oploopbaan en die rol, die zit nu zeg maar zo. Dus hij duwt hem terug, maar hij gaat niet terug omdat de koppeling daar zit. Ja. Dus hij duwt hem constant tegen zijn koppeling. Dus hij moet eigenlijk verder, dat hij op de top van die heuvel zit. Ja, precies. Maar dan moet deze een heel stuk langer, wil je zeggen. Ja, en dat had ik geprobeerd. En ik had hem echt een heel stuk langer gemaakt ook. Ja. Maar ik kreeg hem niet zo dat hij op die top bleef staan. Maar misschien moet hij gewoon nog langer. Ja, ik snap wat je bedoelt, maar die slag is nu. Eens even kijken hoor. Ja, maar nou ligt hij bijna goed, zeg maar. Nou ligt hij ongeveer zoals hij zat eigenlijk. Maar deze die heel verder vrij. Dat is echt, dat is niet normaal. Deze doet het veel beter. Dat is verder naar achter. En nou niet. Die moet langer, inderdaad. Ja, hij moet veel verder hoor. Ja, die rechterhendel maakt dan een grotere slag. Ja. Maar ja, dan zal ik hem eens even helemaal doordraaien. Ik moet echt een heel stuk langer draaien.
Even kijken. Van die afslagbout op, hè? Ja. Dat hij daar ergens tegenaan zit, dat hij daarom niet verder wil. Oh ja. Dat zou trouwens best eens kunnen. Weer eens. Ja, duw eens verder. Ja, helemaal naar voren. Is dit helemaal naar voren? Ja, ja, nu wel, op dit moment wel. Waar zit je tegen dan? Weet ik niet. Tegen de blok voor. Ja, dan zit hij tegen de blok, ja. Oh, dan moet hij nog veel verder. Maar dan zit echt al, ik voel wel echt... Ik weet zeker dat hij verder moet, want hij zit die afslag, hij gaat naar die afslag toe, maar hij zit er nog lang niet tegen, dus dat is niet goed. Ja. Hij moet sowieso tegen die afslag. Oh, wacht eens even, nee, wacht, nu gaat er iets anders niet goed. Even wachten. Dit helpt ook niet mee. Hey. Ja, doen we nog eens. Naar voren duwen? Ja. Oké. Ja, hij moet veel verder. Maak maar gewoon een heel stuk langer, denk ik. Nee, dit is niet goed hoor. Hij gaat gewoon niet verder. Nee. Maar hij moet zeker weten verder, echt waar. Er zit eigenlijk echt extreem iets massiefs aan. Het zit echt gewoon vast. Ja, dat is deze. Dat is die remband. Die niet los kan. Ja, dat is het probleem. Ja, maar als jij die remband nou nog losser gaat zetten, dan doet hij dadelijk niet meer, denk ik, hè? Nee, ik zit even te denken hoe dat kan. Want die, dit is ook wel een gelaste remband. Ja, maar dat maakt niks uit, want die is niet korter als die andere. Kijk, maar hij moet, hoe dan ook, ik kan hem even een keer los. Ik draai hem gewoon even een keer lossen en we gaan hem even kijken. Dat is helemaal aan het horen. Die moet ook nog iets langer, denk ik. En kunnen we daar die koppeling weer bij staan. Ik draai hem even los, ik kan hem toch wel vast draaien als het moet. Nee, hij kan nooit verder, sowieso niet. Het is wel een beetje crazy. Ja, ik snap niet dat het ineens zo'n rommeltje scoorde met die stangen, want eigenlijk... Nee, het is geen rommeltje, want het is heel makkelijk om het terug te zetten, maar dan is het gewoon kut. Dan ja. Gaat het gewoon stuk, omdat dat was hoe het was. Dan loopt hij tegen die koppeling en dan heb je hetzelfde als hoe het was. Maar ja, dat wil je niet. Dat is niet oké. Okay. Nee, maar ik vind het raar, want we hebben die oploopdingen en zo hebben we allemaal toch gewoon goed gesteld eigenlijk in die gym. Toen alles er nog niet in zat. Ja, maar dan hebben we wel hetzelfde dat met die koppeling aangetrokken blijft. En daar gaat gewoon iets fout. Ja, maar dat was toen niet. Want jawel, dat was toen ook. Nee, want wij hebben daar niet onder spanning gemonteerd. Nee, dat klopt. Er zit ook niet onder spanning gemonteerd. Ja. Maar dat komt gewoon doordat het elkaar opheft. Zeg maar. Die oploper, die rol, die zit niet bovenop zijn top. Dus daar staat spanning op. Ja. En die spanning, die heft hij op door de koppeling in te drukken. Ja, dat werkt tegen elkaar in, hè. Daar gaat het fout. Die hendel moet verder naar voren, ik weet het bijna zeker. Ja, want hij moet op een gegeven moment moet hij wel echt vrijkomen. Want anders ja, hij mag niet de hele tijd tegen zijn druklager aan zitten te drukken. Dat kan niet de bedoeling zijn. Hij komt echt vrij, en deze ook, maar die stang is gewoon te kort. Dat moet gewoon. Hij moet echt over dat dode punt heen van die... anders komt die koppeling nooit vrij te liggen. Oh ja, eentje terug. Zo ja. Dat is de eerste stand. Die bedoel ik, ja, sorry. Dit klopt wel hoor. Dit zit niet goed. Trouwens, ja, dit kan. Ja, niet dit goed. Dit klopt wel, dit zit niet goed. Dit klopt niet. Hij zit nu iets te ver, dus dat is wel goed. Dat betekent dat die.
Ja, dus dan is die schakelbal, zeg maar, die kan niet komen waar die moet komen. Maar ja, dat is niet helemaal waar, want dat is wel... Maar kan ik hem helemaal naar voren doen? Nee, want die pin is er nog niet uit. Oh ja. Ik zal deze pin er even uithalen. Ik heb hem eruit gevogeld. Jawel, dat gaat toch wel lukken. Ik ben benieuwd. Als hij dadelijk nou helemaal voor toe gaat. Ik denk het wel. Dat kan toch niet anders meer? Ja, maar dan is het inderdaad gewoon een samenspel van die aanspannen van die remband en die stang die die remband bedient. Ook niet. Ja, nu wel. Veel verder hoor. Nu wel, nou zit hij voor. Hij moet nog iets langer zelfs. Ja, die stang moet nog een beetje langer. Ja, nog net iets langer. Dan gaat hij echt dan... Dan zit hij... Hij blijft bijna staan, maar net niet. Ja, maar dan moet hij net nog iets langer. Ja. Maar wel in rust. En als je hem naar achter trekt, dan schiet hij gelijk naar achter. Ja, maar dat is bij die andere ook. Maar hij zit nu echt tegen die bout aan, volgens mij. Kijken of dat hier echt tegenaan. Ja, hij kan niet verder. Dit is echt. Hij moet daarvoor nou er ook tegenaan zitten. Hè? Ja, gewoon gesteld hebben. Ja, dus hoe de, alles wat we erin gedraaid hebben, moeten we nou er weer uitdraaien. Oké, dat is allemaal zo. En. Ja, dit beweegt lekker nu. Hij gaat hier gewoon, hij ligt nou tegen zijn knopje aan. Ja, dit ziet er toch veel beter uit, of zie ik het verkeerd? Ja, dan moeten we dus inderdaad gewoon zo die dingen stellen. Maar dit is goed. Nou, ik denk dat we nu gewoon die koppeling moeten stellen, als eerste. Die koppeling, ja. Ja, die koppeling stellen dat die goed is. En dan pas die rembanden aankoppelen. Ja, dat kan. Maar zie je, het probleem is nou dat deze stang, die wordt gewoon te kort. Daar kan dit ding niet handelen, zeg maar. Welke? Deze. Kijk, deze die wordt gewoon te kort. Deze kan niet zo ver. Die moet langer worden. Die moet langer. En dan moet die strakker. Ja, maar dat is niet erg. Maar ik denk dat we dat ook bij die andere even moeten doen. Ja, maar deze, hoe we het nou moeten stellen als volgende is denk ik, is die deze in de, ja, nee, die in de eerste positie zetten. Want dan moeten deze twee pinnetjes gelijk staan, hè? Ja, maar dat correspondeert weer met die, met de stang. Ja, maar let op. Nou, we draaien dadelijk deze, draaien we zeg maar die stang zo dat die daar is, dat die gelijk staan. Ja. En dan gaan we hem vastdraaien dat die gespannen is. Maar dan zweeft hij niet meer. Ja, dus hij moet nou een beetje te lang zijn. Hij moet nou een beetje te lang zijn. En dan spannen we hem aan tot ze weer gelijk staan. Dat is hoe die was. Ik denk dat we deze pin eruit moeten halen. Deze helemaal naar beneden douwen. Dat deze afstand zo groot mogelijk is. Dan deze stellen dat hij er dan tussen past. Ja. Snap je wat ik bedoel? Niet helemaal, denk ik. Ik kan jou nou niet volgen, nee. Want jij... hij moet helemaal... Ja. Dat je hem echt maar in deze positie... Moet deze afstand zo groot mogelijk zijn. Ja, zoals hij nu is. Ja, maar je moet hem stellen als hij in positie 1 zit. Nou ja, dat weet ik niet. Dan moet je, want deze, die nokjes gelijk zijn, dan moet je stellen met die. Ja, dan span je hem op. Dan klem je hem vast, die remband. Ja. Nou, we zijn er aan uit, hoor. We hebben hier die stangen langer gesteld. Blijkbaar konden we daar niet het volledige bereik halen van het oploopbaantje. Er zit een soort van oploopbaan in waar dat rolletjes overheen lopen. En die rolletjes die bekrachtigen dan de verschillende onderdelen van de stuurkoppelingen. We hebben per kant 2 rembanden en een koppeling. Het is heel belangrijk dat die onderdelen allemaal goed samenwerken, dat het goed is afgesteld. Alleen de afstelvolgorde die we in eerste instantie hebben gehanteerd was niet helemaal de juiste, denk ik. We hebben door de remmen aan te spannen is waarschijnlijk heel die instelling verkeerd gegaan. Maar goed, nu zijn we hem weer opnieuw aan het afstellen. We hebben de rem even losgegooid. Dus we gaan nou eerst het mechanisme stellen dat die oploopbaan in ieder geval zijn volledige slag kan halen. Aan de hand daarvan stellen we de koppeling af en pas dan gaan we de rembanden aanspannen en dan zou het goed moeten zijn. Dus. Oké, gaan we dat doen. Ja. Ja? Ja. Even, ik ga toch eens die dingen ertussen uitvogelen.
Doet hij het? Optrek. Het gaat zwaar zeker. Nee, dat valt wel mee hoor. Dit is de eerste positie volgens mij. En dan dit. Ja. Ja, dat klopt echt. Exactly. Oké, trek hem maar weer terug dan. Hier heb ik alleen een stukje vrije slag. Dat klopt, dat is dus je vrije slag wat de speling van de koppeling is. Oeh. En de positie is echt hetzelfde als de andere hendel nu. I see the problem. Zo. Zo. Het is een beetje zwaar, hè? Maar... Ja, maar hij kan echt niet. Blijft hij nog helemaal voorin staan? Nu heb ik hem voorin. Nee, dat net niet, hè? En nu ook niet. Nou zit hij voorin, maar nee, daar gaat niet voorin staan. Hoe is? Dit is voorin. Dan moet je toch die stang weer een beetje bijstellen dat het wel zo is. Hier, the original position of the control device is disturbed. Dat staat hier. Dat is sowieso de handles hier. As a result, when the steering lever is in the foremost position, the long pull arm of the intermediate bracket should be held against the micro switch box. Dus dat is dus dat hij in rust staat tegen, tegen die schakelaartje aandrukt. Hè? The included angle between the axial connecting line of the long pull arm. Ja, de long pull arm, ja, dat is dus die naar achter loopt natuurlijk. En de shaft of the intermediate bracket en de vertical line should be 34 graden. En de long shaft en de pull arm of the long tube should be held against the restricting bolt on the left linkage bracket. Dus dat is waarschijnlijk die bout die daaronder zit dan. Ja, dat is volgens mij dat het, als de stuurhendels naar voren toe staan, dat hij daar beneden onder tegen die aanslagbout aanrest. Ja. Ja, dat is hoe wij net hadden afgesteld. Ja. Alleen doet hij daar nou niet meer, want hij staat er nou niet meer tegen volgens mij. Nee. Oké, gaan we verder. De voetrem. Moeten we niet verder. Ja, dan gewoon de vrije slag van de koppeling, van een stangetje, voordat die begint met Dat is best veel. Ja, 6 tot 8 mm. En dat komt dan overeen met de voorste stang tot 10 tot 30 mm. Maar dat staat volgens mij ook op dat kaartje daar. Dat is dus je moet de stering liever helemaal naar voren toe drukken, dan een markering maken. Op de, ja, op de stang, zeg maar. Ja. Bij dezelfde positie. En dan pull back de steering levers until resistance is felt. Dus je trekt dan de hendel naar achter totdat je weerstand voelt. En dat moet dus tussen die 10 tot 30 mm zijn. Maar dat correspondeert met die 8 mm. Ja. Ja, precies. Dat is 6 tot 8 mm daarachter. Ja, maar dat correspondeert daarmee. Ja, dus dan maakt niet. Als die 8 meer wordt, dan wordt die 30 automatisch ook meer. Klopt, want hier staat op, als het niet goed is, dan moet je dus de achterklep open doen. Kijken, als je van de rechter koppeling wil doen, staat hier, ja, moet je de luchtfilter eruit halen en de startmotor. Dismount the oil foam removing. Nou goed, bla bla bla, maakt allemaal niet uit. Dus, nou, moet je de steringlevers helemaal naar de voorste posities
schuiven. Remove the connecting pin from the front end of the movable disc pull rod. Ja, dat is dus ja, het voorste. Ja, dat is die we los, steeds los, dat is het koppelingsstangetje losmaken dus. Push the steering levers to the foremost position. Remove the connecting pin. Kijk, push the push arm of the locking clutch forward to make the release roller hold against the cam plate. Push the short pull rod of the movable disc backward to make the ball clearance disappear. Ja, je mag niet aan die lange stangen stellen in ieder geval. Dan moet het eigenlijk gewoon goed staan. Ja, maar dat staat in ons geval nog niet eens goed, dus daar gaat het. Ja, en daar dat goed stellen, want dat heb ik hier dat ik al uitgeprint voordat ik eraan dacht dat we dit hele boekwerk hadden. Heb ik hier ook. Dat is fijn, staan een bladzijde nummers op, joh. Hij moet ook, en dan volgens mij gaat hij dan ook al een stuk soepelen. Ja, je moet even eens achterkijken of het nou wat jij denkt dat het goed is. Jongen, ik dat die koppeling nou echt vrij is. Ja, je kunt dan dat hendeltje voelen onderin, hè, waar het boutje erin gestoken zit. Zo, knik. Ja. Ja? Ja, dan zet hem maar in positie 1. Ja, dit is goed. Ja. Dan heeft hij hem, heeft deze remband vast, die andere is vrij nu als het goed is. Ja, dan doe maar verder. Ja, helemaal achter. Dat is dit. Zo. Dus dan weer naar positie 1. Dat is wel weinig volgens mij. Ja, ik heb, dat heb ik dus ook de indruk dat het een beetje weinig is. Ja. Hoi, we hebben bezoek. Kijk dan. Ja, bonieuws. Ja. Spannend. Oei. Inderdaad. En dat is een gedenksteen voor wie? Ja, voor degene die hem hebben buiten gemaakt, inderdaad, Engelse legereenheden, zeg maar. Overwinning eigenlijk, hè. Ook, vooral als je, want dat is natuurlijk het leuke van YouTube, je krijgt natuurlijk ook van jou. Oeh. Even stickers plakken ook, hè. Ik moet niet aan het lasberaad. Kijk, het lasberaad. Of het brander. Daar zit ook nog geen stickers op, hè. Maar hij kan ook daar natuurlijk. Hij steekt niet zo hard af als de dumpert steker, hoor. Wat zei je? Zo. Ja. Hij steekt niet zo hard af als de dumpert steker. Dus de kleur... roze of oranje. Ja, precies. Als het nou een groene kamer was geweest, dan was het beter. Nou, we zijn er aan uit, hoor. Nou werkt het gewoon. Ik heb het net even geprobeerd. De koppelingen komen nou helemaal mooi vrij. Dat was het probleem namelijk. Op het moment dat je ging sturen eigenlijk, dan... Of tenminste, nee, als je niks deed, zeg maar, dan gingen de koppelingen slippen. Dan kwam dat de koppeling eigenlijk niet helemaal vrij kwam. Dat hij dus altijd een beetje ingedrukt werd eigenlijk. Dus nu opgelost. We hebben alles weer een keer bijgesteld en zo. Ja, we hebben net even geprobeerd, zeg maar, door hier aan de ventilator te draaien en de verschillende standen van de hendels te proberen. En nou werken de remmen wel gewoon goed samen en de koppeling. Dus het zou goed moeten zijn. Maar ja, daar komen we pas achter op het moment dat we hem weer kunnen starten en ermee kunnen rijden natuurlijk. Dan weten we pas echt. Hé, hey, dat ging niet soepel met de ventilator. Ja, ik had hem gewoon laten rijden zo, stelt niks voor. Nee, maar ik bedoel, draaide die goed soepel vrij? Ja, makkelijk. Hier. Hier, dan kun je ook rijden. Kijk. Nu is de vader veel meer aan de rug. Waar gaan we naartoe? Even een rondje over de akker. Oké, daar hou ik je aan. Ik ga het sturen. Zo. Zo. Hij draait echt wel soepel, hoor. Ja, zeker. Ik kom nou met de motor weer aan het koppeltje. Oh, daar pissen. Ja, niet op mijn schoen, hè. Ja! Yeah.
Oh. Dadelijk hap. En één keer de microfoon van de camera. De rest komt later. Voel je ook die druk? Ja joh. Zit je vast? Nee, man. Dat lijkt ook al iets. Daar ook. Ja. Oké. Okay. Stuurkoppelingen zijn in orde als het goed is. Maar ja, dan hadden we nog een puntje. We hadden natuurlijk water bij de olie gekregen. Ja, we moeten even gaan kijken waar het lek zit. Het zou kunnen zijn dat er inderdaad bij de motor iets niet in orde is. Misschien de koppakkingen of misschien wel de afdichtingen tussen de cilinderbussen bijvoorbeeld. Wat ook kan natuurlijk is dat het in de olietank zit of in de toevoerleiding van de olie naar het motorblok. Er zit namelijk ook waterkanaal doorheen om de boel op te warmen. Die kunnen ook lekken. Om dat te gaan testen hebben we hier een, een vatje met transparant slang, autobandventieltje. Daar kunnen we een beetje luchtdruk op zetten. Er zit nu geen water in het systeem, dus we zetten er even druk op. Dan kunnen we kijken waar het, waar het begint te lekken nu. Kunnen we in eerste instantie even checken of dat er misschien of dat we geborrel horen in de olietank. Want dat zou dan duiden erop dat er een lek zit in dat systeem. Als we dat niet horen, dan moeten we gaan kijken. Dan moeten we gewoon dingen gaan uitsluiten. Dan kunnen we hier straks water in doen. Kunnen we gewoon vullen tot het water zien staan. Gaan we er druk op zetten en dan kunnen we zien of het water verdwijnt. En op die manier kunnen we dan verschillende componenten testen. Maar dan moeten we ze echt gaan ontkoppelen en afdoppen en afzonderlijk testen. Want anders dan weten we niks natuurlijk. Hè. Dan weten we dat het lek is, maar dan weten we niet waar het zit. Er is geen druk op. Nu doet hij het. Ja, dat hoeft nu helemaal niet. Als je daar niet ziet borrelen, wil ook niks zeggen. Nog niet, want die leiding komt ook helemaal bovenuit, hè. Ja, maar dat maakt niet uit. Hé, maar dan hoor je het daar niet borrelen. Ja, die lucht moet toch weg? Ja, dat klopt, maar hij kan aan die leidingkant ook naar de motor toe weggaan. Nou. Ik denk het niet. Het is toch veel korter om naar de tank terug te gaan. Ja. Ja, dat ligt eraan. Als het een coaxiaal leiding is bij de elektrische pomp, dan kan je volgens mij ook even goed terug naar de motor gaan. Ja. Dat werkt toch goed. Ja, ik weet niet hoe druk het was. 0,7. Oh, dat viel wel mee. Ja. Dat kan niet zoveel. Ja, dat kan wel meer op. Maar zo'n systeem is normaal. Wanneer gaat die ding open? 1 bar of zo? Ja, normaal dan gaat het dekseltje open. Dus dan. Ja. Niet verder. De compressor is uit of niet? Ja. Ja, dat maakt het niet zoveel uit. Dus dan wordt het toch wel niet druk, denk ik. Kijk even de drukkers. Maak hem daar rechterop. Kijk. Hier lekt al iets. Mooi daar. Hier. Hou maar. Dat was er over niet. Hey. Hey! Wat? Ik moet even een lamp hebben. Dat is daar? Lekt het? Ja, zeg. Oh.
Wat? Hier, lampje. Dood, lekt echt overal. Ja, dat is natuurlijk ook wel onder druk. Ik hoor hier het water naar de olie toe lopen. Nu is het over. Oké. Okay. Ik hoor echt zo stromen zo. Ja. Hey. Nu wordt het stil nu. Ja, de druk is weg. Nou, dat denk ik niet. Jawel. Want daar is het ook gestopt. Overal is het gestopt. Nou, dit is... Oh maar. Deze kleine. Deze. Deze is dat. Oh, hier echt. Deze dicht. Er is hier een leidinglek. Oh jongen. Oh. Kun je bijschijnen? Kom nee. Eruit lopen gewoon daar. Ja, maar waar het eruit loopt, dat wil je niet weten. Ja, hier uit het blok. Hier, tussen de slimmerbanken. Er is een waterkanaal ook. Ligt hier helemaal... Ja, er zit een waterkanaal hier. Ja, hier maar... zo. Ik zag het hier net eens lopen, daar zo. Ja, hier die waterkanaal zijn. Ja, maar begin maar het hier aan. Komt hier gelijk, de slangen. Oh, dat klinkt wel aardig lek. Ja, hier tussen gaat het helemaal verkeerd. Zie je dat? Wat? Dat, ja, ik zie je wel. Dat is die slang hier, hoor. Die slangen zijn gewoon niet aangedraaid. Hier. Hier ja, deze. Hier zo. Ga maar bij, dat is wel weg. Nou, dit is niet een slang. Wat is dat dan? Fucking. Het zou wel kunnen, dat is wel een spijt. Ja, de spijt, dat ziet er zo uit. Het is wel een goede manier om het zo even te testen trouwens. Er zijn een heleboel van die lekkages al opgelost nu. Ik denk daaronder, heb jij een verlengstuk van deze? Ja, alleen een korte. En niet te lang. Ja, dat weet ik hoe die is. Toch ook nog ergens iets. Ja, dat is misschien het water wat erin gelijkt is. Kijk, dat is 1,2. Ja. Maar ja, dat is die nog steeds, zeg maar. Ja, dan gaat het hard. Zo'n ding. Dat is olie. Borrel in de olie. Nou hoor ik het weer niet meer. Dat is gewoon water wat naar buiten liep dan. Denk ik. Het koelsysteem is nu gevuld met perslucht. We hebben best wel wat slangklemmen hier en daar nog aan kunnen draaien, waar die toch een beetje langs begon te lekken. Maar nu houdt hij wel aardig goed druk. Maar dat wil nog niet zeggen dat die lek dicht is natuurlijk. Het systeem is nu op druk gebracht met lucht. En lucht is natuurlijk comprimeerbaar. Dus als we een liter lucht zeg maar, weglekken ergens, dan zien we nog niet direct de druk dalen. We
hebben hier een transparante slang, dus we kunnen het systeem straks vullen met water totdat het in de transparante slang staat. En dan druk erop zetten en dan kunnen we waarschijnlijk redelijk snel zien of dat die water verliest, want dan zakt namelijk het niveau in de slang. Dat water niet samen drukbaar is natuurlijk. Dus ja, als je een liter ergens lekt, dan gaat er ook echt een liter water uit. Dus daar, ja, je snapt wel, die slang daar, ja, daar past niet zoveel in. Dus daar zie je eigenlijk wel heel snel zakken natuurlijk. Dus daar kunnen we in ieder geval vaststellen dat hij nog ergens lekt. Ja, want we zijn nog steeds niet helemaal overtuigd dat het eigenlijk ook water is die, in die olie. Ik denk eigenlijk van wel, het is wel zo'n beetje zo'n kleur. Maar toch, hij is ook niet zo heel licht, hè? Het is niet net zoals... Nee, het is niet net als wat in de dop zat. Nee, 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 als je echt op een gegeven moment flink water in hebt, dan wordt die bijna wit, die olie. Echt zo ja, koffie met melk. Het is een beetje groenig van kleur ook, hè? Het is een beetje een rare kleur. Ja, ik weet het niet wat het echt is. Ja, ik denk nog steeds wel water eigenlijk. Maar ik weet niet of dat nou zozeer afkomstig is van het koelwater. Waar zou het anders vandaan moeten? Ja, kan eigenlijk niet, want die andere olie was gewoon zwart die eruit kwam. Ja, maar hij is ook nooit echt warm geweest. Nee, dat is zo. Ik hoor nog steeds wel iets druppelen, hoor. Ja, is het niet helemaal. Dan moet ik even goed gaan zoeken. Oké, maar voor we verder goed gaan zoeken, gaan we even de reacties kijken. Want het is alweer tijd, joh. Het is toch niet normaal zo snel dat het gaat, hè. Reacties op vlog nummer 280. Staan bovenaan. Jeroen Nobel. Die zegt, heren, het bedrijf CC Jensen maakt filtreersystemen speciaal voor dit soort doeleinden. Die kunnen dat water er zo uitfilteren. Ze hebben huursets en tweedehands sets. Dat is de oplossing voor jullie. Ik heb wel een contactpersoon voor jullie. Like zodat ze dit zien. Oké, ja Jeroen, stuur even een mailtje. Stuur maar door. Dan, misschien is het wel interessant. Dan kunnen we eens even kijken. We willen eigenlijk die olie wel opnieuw gebruiken natuurlijk. Want die ja, is nog zo goed als nieuw eigenlijk. Er zit alleen water doorheen nu. Arnie Staes. Ha, Sharon, ook weer even in beeld. Die groentemeid, dat overkomt iedereen wel eens. Dus maak je niet te sappel. Oh ja, ze kwam in beeld en ze was ging de groentela leeg kiepen omdat er wat bedorven groenten in lagen. Even kijken. Stijn Bruus. Dit motortje is inderdaad ook gebruikt geweest in de Fiat 500 Giardiniera. Wow. Ja. Ik denk dat dat dan een station versie is, want we hadden inderdaad een handboekje doorgestuurd gekregen van een werkplaats handboek van die motoren voor de Fiat 500. Stond inderdaad in dat bij de station variant dat die daar plat lag, die motor. Net zoals in de pisteboelie, want daar gaat het over. Onderdelen zijn makkelijk te krijgen en vrij goedkoop. Denk aan FD Campi of Fiat van der Laan. Oké, ja, goede tip. In ieder geval ook fijn dat er gewoon een motortje in zit wat wel gangbaar is. Dus als ze onderdelen nodig hebben, dan is er wel aan te komen. Het leek er trouwens op dat er centrifugaalkoppeling in zat of zo, hè? Ja, dat heb jij bedacht. Ik heb er nog niet naar gekeken, maar... Nou ja, ik heb er niet bedacht. Ik zag een foto van zo'n ding waar de motor eraf was. En er zat echt zo'n trommel van een centrifugaalkoppeling zat erin. Dat wel, ja. En er is geen bediening voor de... Nee, dat zou je ook niet. Ja, dus ja, het moet zoiets al zijn. Maar ja, daar kun je dus niet echt goed overschakelen. Dan moet je dus een versnelling zetten, gas geven en rijden. Dat is het dan. Ja. Motortje aan het lopen maken of zelf verwachten. Ja, ik ben wel benieuwd. Ja, als ik wel. Ja, dan kunnen we ook wel nog naar kijken binnenkort. Ja, een beetje eerst dit misschien maar afwerken nu. Sowieso of eerst dit afwerken. Ja. Oké. Nou mensen, dat was het weer voor vandaag. Dus ik zou zeggen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende.